Zo. Jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe Hot Coffee Show. Hey! Ik ben nu met Daan in plaats van Peet, want Peet raced aan alle kanten uit zijn lichaam. Want dat hij is ziek. Ik weet niet wat racen klinkt. Een race. Klinkt echt vies. Ja, dat is ook vies. Maar nee, dat gebeurt er dus nu met Peter. En daarom zit Daniel hier. De dunne. Diarree. Oh nee. Het zijn gewoon. Aan de race vind ik heerlijk. Oh, nee. Volgens mij is dat roffa's. Is dat roffa's? Ja, ik probeer. Dan vind ik het al helemaal vies. Dan is het extra vies. Dat accent van jullie is ook gewoon vies. Rotterdammerts. Rotterdam, daar hebben wij vaak gezeten. Ja. Is de Maas, hè? Ach, godverdamme. A lesbi. Because I'm in lesbians with you. What? Lesbianne. Met z'n opgeschoren tondeuzenkop. Oh my god. Waardenburg en de Jong. Dit is echt vreselijk. Ga maar, Brabant is beter. Ja. Ik wil in de comments weten, welk accent is beter te verduren, zeg maar. Is het of Brabants of Rotterdams? Politiek correct antwoorden. Dat is allemaal kwats. Ben ik niet van. Brabant sowieso. Ja. Brabant's sexyste accent van Nederland. Without further ado, vorige week heel veel leuke stellingen en reacties binnengekomen. Was een interessante stelling. Ik ben compleet vergeten welke het is. Daarom gaan we meteen door naar de volgende stelling. En hij is al uit de envelop gehaald, want dit is take 2. No. We'll do it live! Fuck it! Do it live! Daniel, alstublieft. Dank u. Nieuwstelling van Neon Light van Gamers natuurlijk. Een perfecte release is niet meer mogelijk. Games worden te vroeg of incompleet uitgebracht. Dit vaak buiten de schuld van de ontwikkelaar om. Bots! En ik vind dat laatste wat Neon Light zegt, vind ik eigenlijk wel interessant. Het buiten de schuld van de ontwikkelaar om. Omdat ontwikkelaars krijgen heel vaak de schuld van alles rondom de game. Terwijl zij niet alles, weet je, ze kunnen niet alles bepalen. De release datum wordt bepaald door de uitgever. Dus dan, er is een uitgever die zegt van jongens, jullie moeten dit spel dan en dan af hebben. Vooral als het gaat om jaarlijkse releases. Denk aan FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed. Maar waarom krijgt de ontwikkelaar dan vaak de schuld? Dat is een beetje, dat is de ontwikkelaar toch de game maakt. Ja, maar en ze hebben niet alles in de hand, weet je. Het is de uitgever die op een gegeven moment zegt. Dat. Ja, maar de uitgever zegt van nu stopt nu draaien we de geldkraan dicht, weet je wel. En of nu moet je daarop bezuinigen en dan moet die game dan en dan verschijnen. En ik wil 8 DLC-pakketten. Ja, dat is vaak de uitgever die het zegt. Ja, dus dat is ook de druk van de uitgever die. Ja, daar komt het door. Maar ja, goed, wat is een perfecte release? Want kijk, heel veel games verschijnen natuurlijk met bugs, met glitches. Kijk maar naar, weet ik van GTA. Fallout 4 is ook een heel goed voorbeeld. It's just super illegal. What the fuck? Wow! Batman Arkham Knight voor de PC. Ja, maar dat is helemaal anders, want dat is gewoon, dit is een port. Dit is een port die gemaakt is, niet eens door Rocksteady. Dus dan vind ik het al helemaal bullshit dat ze dat zeggen. Ja, dat is niet perfect, Rocksteady moet dood. What? Rocksteady had helemaal niks te maken met die PC-versie. Ja, toch staat Rocksteady op het doosje. Ja, oké, dat dan weer wel, ja. Ik weet niet hoeveel zeggenschap en hoeveel hulp ze hebben geboden aan die PC-port. Ik weet ook niet in welk opzicht ze er verantwoordelijk voor waren. Het is in ieder geval geen perfecte release. Maar dat blijft een beetje moeilijk inderdaad. Dus het is, of het is inderdaad Warner Brothers schuld of Rocksteady. Kijk, er ligt een bepaalde druk. En als zo'n ontwikkelaar die de port maakt niet genoeg ervaring heeft, ja. Ze schuiven het uiteindelijk toch weg en Rocksteady komt op het doosje te staan. Ja, of komt als dat ontwikkelaar wel te staan. Of in ieder geval, Rocksteady is dé maker van Batman. Dus ja, nee, dat snap ik wel. Wat Neon Light dan zegt, ja, dan krijg je dus wel, krijgt de ontwikkelaar wel onrechtmatig de schuld. Ja. Dat is onrechtvaardig. Alleen, het was niet geen perfecte release. Nee, maar wat ik bijvoorbeeld. Ja, kijk, wat noem je een perfecte release? Want alles van Nintendo is een perfecte. Of vrijwel alles van Nintendo is een perfecte release. Dat is echt het enige bedrijf, ontwikkelaar slash uitgever, die altijd zorgt dat die shit goed getest is en niet dat je nog een day one patch nodig hebt of dat ze eens een keer na de release gaan kijken van oh ja, hoe gaan we al die bugs nou wegpolijsten. Ja. Nintendo die doet dat nog steeds goed. Elk ander bedrijf is gewoon, oké, we moeten de game nu uitbrengen, sorry, maar we komen nog wel een keer met een patch, alsjeblieft. Ja, maar dat is een beetje de soort van luiheid geworden. Door het hele internet, door de hele online service van PlayStation, Xbox en Nintendo in mindere mate
zijn ontwikkelaars gewoon, ja, day one patch. Ah, er komen nog wel 3 patches daarna om alle bugs en glitches eruit te gooien. Want dat is misschien inderdaad ook te druk, maar ook omdat games misschien minder getest worden. Ja. En daarnaast vind ik wel weer van, ja, een game met bugs en bepaalde fouten die toch nog heel erg goed speelbaar is en waarbij de gameplay niet schaadt, vind ik het minder erg. Zoals een Fallout 4. Daar kijk Fallout 4 je wordt juist naar. Alle Bethesda games worden eigenlijk leuker en langer speelbaarder juist door de glitches en bugs. Ik vond het persoonlijk fantastisch toen op een gegeven moment in Fallout 4 ik iemand neerschoot en zijn lijk bleef hangen in de lucht terwijl zijn ledematen in het rond tolden. Toen dacht ik, yes! Ja. Dat zijn de dingen die een Fallout game Fallout maken. Of ja, die een Bethesda game Bethesda maken. Rockstar heeft het ook met GTA of Red Dead Redemption. Ja, maar dat is, ja, als het de gameplay niet schaadt. Kijk, ik heb onlangs een bepaalde rally game reviewd en daar schaadt het gewoon de gameplay. Als ook leuk echt dat je de naam niet wil noemen. Nee. Alsof je denkt van, nou komen ze, als ik de naam noem van die game, dan sturen ze huurmoordenaars. Nee, Sebastian Loeb, Rally Evo. Ja, daar vond ik gewoon de fouten in de game waren gewoon te schadelijk om een goed product uit te kunnen maar dat persen. Is wel, dat is echt een dat zijn twee verschillende kampen. Je hebt games waar het moeilijk is om ze te testen, al die bugs, omdat het open wereld games zijn. Dus een GTA en een Fallout, daar kan zoveel in gebeuren dat eigenlijk je kunt zoveel tests draaien op die game, maar er kunnen nog steeds fouten in zitten. Bij een Sebastian Loeb denk ik dan weer van, dude, het zijn hoeveel tracks zijn het? En het zijn zoveel wagens, het zijn zoveel scenario's. Het is niet zo. Had je makkelijk kunnen testen. Ja, het wordt ontwikkeld door Milestone. Milestone is een kleine Italiaans ontwikkelaar. Hey, shut up with the noise! Hey, shut up with the shut up! You shut up with the shut up! Shut up in your face! Now am I a dog, I wanna shut up! Why you know a shut up? I make you shut up! You too, shut up! Hey, I poke out of my head! Echt al 10, 15 jaar. En die blijven middelmatige games uitbrengen. De ene is beter, de andere is slechter. Ja, en waarschijnlijk zit er gewoon een te klein team op om alles te kunnen testen ofzo. Ja, dat is gewoon zonde. Maar dan wordt er toch druk uitgeoefend. De game moet nu uitgebracht worden. Ja, dan klaar krijg mee. Je dat. Maar ik heb dus ook het idee dat games van indie-ontwikkelaars, die dus games ook zelf uitgeven, dat daar minder fouten in zitten. Ja, dan zitten de mensen misschien iets meer op hun eigen ding gefocust ofzo. Precies, en die bepalen zelf van, oké, ja, fuck it, we krijgen toch subsidie. Ja, nee. Bijvoorbeeld. Dutch Game Garden, allemaal ja. Subsidietrekkers. Nee, maar die bepalen inderdaad zelf van, oké, we krijgen zoveel geld. Wat voor salaris geven we onszelf? Daar gaan we het mee doen. Daar gaan we het gewoon mee doen. En duurt dat wat langer? Ja, dan betalen we onszelf wat minder uit. Zolang we maar kunnen blijven leven, bijvoorbeeld. Maar die minder perfecte releases, ik concludeer dat het eigenlijk, het heeft een aantal oorzaken. De games zijn misschien in sommige gevallen te groot geworden om alles te kunnen testen. Er is te veel druk van de uitgever. Geef dan alsjeblieft niet de schuld aan de ontwikkelaar, want dat weet je soms wel dat het aan de uitgever ligt die gewoon zegt, er is een time schedule. Steeds meer games hebben jaarlijkse releases. Ja, en er is ook nog één ding, en dat is wat je zei, die luiheid. Dat mensen gewoon zoiets hebben van, ja, we brengen wel een game uit, maar we hebben het internet, dus we kunnen uiteindelijk toch wel alles patchen. Dus oké, op dag 1 is het misschien een kut game, maar we kijken een weekje later wel of we alles eruit kunnen polijsten. Day One patch vind ik ook een beetje dubieus, maar vind ik nog wel kunnen van, oké, je installeert hem en de game draait beter. Maar inderdaad, al die patches die daarna komen, had dan getuigd gewoon een maandje langer getest of weet ik veel. Maar dat is ook allemaal toch meer de uitgeversschuld dan de ontwikkelaarsschuld vaak. Want ik heb het idee dat de meeste ontwikkelaars zitten echt zoveel mogelijk in die game, proberen alles zo perfect mogelijk te krijgen. Het is een uitgever die uiteindelijk zegt van, wij hebben de zak met geld en jullie doen wat wij zeggen. Ja. En deze game moet van onze stockholders. Misschien moeten we de stockholders blamen. Omdat die zeggen, jullie moeten in fiscaal jaar zo en zoveel de verdienen. De mannen met pakken. De mannen met pakken. Ja. Weet je, het is allemaal, fuck the system. Fucking thing sucks. Fuck the system. Iedereen in een pak is een slaaf van onze maatschappij. Als jij zit te kijken met een pak aan, oh my god. Jij bent het. Jij verneukt alle spellen met je zakelijke verdien geld. Fuck the system. Eens. Jongens, leuke interessante stelling. Volgens mij hebben we hem wel al een soort van een keer eerder behandeld. Ja, waar ik over nadenk. Andere nuance misschien. Andere nuance. Erbij. Ja en nee, het is nu in ieder geval met Daan. Dat was nieuw. Voor de mensen die met plezier gekeken hebben, laat vooral weten wat jij vindt van te vroege releases. Ligt het aan de ontwikkelaar? Ligt het aan de mannen in pakken? Ja. Ja, trouwens, dat doet het wel. En laat vooral ook een nieuwe stelling achter. Dat willen we heel graag. Nieuwe stelling is altijd goed. Kom met iets. Haal iets uit je koffiekopje waarvan je denkt van, hè? Interessant, nuance, iets waar de jongens over kunnen praten. Ja, bijvoorbeeld. Discussiëren. Gooi iets. Iets relevant. Ja. Het mogen ook vragen zijn trouwens. Absoluut, dat is wel vet. Doe gewoon je ding. Dus vissa's aan. Dikke doei. Dikke houdoe.